Waar je ook kijkt in de wijk Ypenburg, je vindt eigenlijk nergens een zwaan. Nou ja, of misschien dat kleine witte eendje. Maar het is wel raar, want al tientallen jaren zijn hier tientallen koppels met veel jongen. En nu bijna niks meer. En ze zijn allemaal verdwenen. Wat denkt u? Ja, ik heb geen idee. Ik hoop niet dat er een of andere viezerik bezig is die dieren mee te nemen en daar dingen mee te doen die niet horen, zeg maar. Je hebt hier nog maar één of twee koppeltjes nog wat hier rondzwemt. Wat was dat vroeger? Vroeger was veel meer, ja. De meldingen komen niet alleen uit de wijk Ypenburg, maar vanuit heel Den Haag. Zwanen zijn hele honkvaste dieren en verlaten daarom dan ook zelden de plek waar ze opgroeien. Het zou best eens kunnen dat hier zwanendrifters actief zijn. En dat is een hele ernstige vorm van stroperij. Dus ik wil graag van het college dat ze hier naar een onderzoek instellen. En dat de surveillance in de wijk wordt verscherpt om op toe te zien dat dit niet meer gaat gebeuren. Na een paar uur zoeken vinden we deze moeder zwaan met haar drie kinderen in de wijk Ypenburg. Naar het schijnt het enige stelletje nog in de wijk. Vraag blijft, waar zijn al die zwanen gebleven? Volgens de Haagse Vogelbescherming zijn er geen meldingen van botulisme of andere natuurlijke oorzaken van het verdwijnen van de zwanen. Groep de Mos denkt dus aan stropers. Wat ik heb begrepen is dat ze zwanen vangen voor het vlees, dus om op te eten en ook voor hun veren. Wat ik heb gehoord is dat bijvoorbeeld voor jonge zwanen worden gewoon levende jonge zwanen de vleugels gewoon van afgeknipt. Dus dat is een hele ernstig misdrijf. Heeft u het idee dat u in uw buurt ook zwanen mist? Neem dan contact op met de Haagse Vogelbescherming.